voorgerecht, plus de twee kava, zijn we al meer dan 100 piek. Ik zit nu wel echt te voelen. Video van de Rieke Gasten, mijn naam is nog altijd Martijn en zijn naam is Niels. Hallo! Jullie mixen toch altijd door elkaar, dus boeien, doe het ook. Moet je dat gereed hoe we heten, want jullie spreken mij met Niels aan en Niels, jullie kennen jullie niet eens. Welkom, in ieder geval, wij gaan vandaag weer iets heel leuks doen. We hebben het al een keer gedaan, maar het is wel een hele tijd geleden. Ik denk dat heel veel van jullie het niet hebben gezien, inderdaad. Dus we gaan het vandaag gewoon opnieuw doen, maar dan... beter. Want, wat is nou het geval, een van onze eerste video's was een portemonnee trucje. Ja. Dan gingen we naar een restaurant en dan hadden we een geweldige truc. En dan konden we het hele eten gewoon gratis krijgen. Hoe hoog was de rekening eigenlijk de vorige keer toen we dit item deden? Die was redelijk lafjes. Maar aangezien dit een 2.0 is, vind ik dat die minstens 4 keer duurder wordt. Nou Niels, zitten we dan? Dus mij? Ja, we moeten wel een beetje tekend in te gaan doen nu natuurlijk. Oh, nou. Kunnen wij beginnen met twee keer de caviar? Vorige. Twee keer de caviar? Ja. Het hoort dus lekker bij de champagne. Ja. 200 euro komt helemaal goed. Heerlijk. Hoppakee. Dat je geslaagd bent. Kijk eens. Kijk eens. Lekker man, dankjewel. Hoe eet je dit? Geen idee. Jij doet gewoon alles bij elkaar. Wat zit dan? Die moes? Waar doe ik dit bij dan? Oh, zo vraag maar niet die andere dingen man. Ik zeg dat ik het niet eens heel lekker vind. Is het lekker de caviar? Ja, heel lekker. Dankjewel hè. Nou jongens, cheers. Kijk eens. Lekker hoor. Heerlijk. Gewoon een dikke rekening. Twee keer caviar, alleen al het voorgerecht, plus de twee kava zijn we al 100, meer dan 100 piek. Volgens mij hebben we wel onze slachtoffer gevonden. En die leven naast. Laat het inderdaad daarvan doen. Ik zorg wel dat ik de portemonnee vind. Ik denk dat we bij die man moeten doen. Ik vind, heb je überhaupt de portemonnee bij ons? Nee, die heb jij bij je, toch? Ik heb alleen mijn eigen portemonnee bij me. Heb je geen portemonnee bij me? Die ligt op kantoor. Heb jij een portemonnee? Ja, mijn eigen portemonnee. Ja, ik ook. Waar pepers zitten, die van mij of van mijn tante. Kan ik niet maken. Ik heb deze ook gekregen van mijn moeder. Ik kan niet mijn eigen portemonnee van mij geven, moet ik al die pasjes eruit halen. Ja, ik toch ook. Ja, stoempje zeg. Dat één ding moest je regelen. Ik moet nu dus even alles uit mijn portemonnee gaan halen, omdat Martijn gefaald heeft. Dat is wel handig om eruit te halen. We gaan het gewoon doen. Puur om te testen of het kan. Ik heb nu wel echt te voelen. Ik heb het ook. Ding, spanning met de weg. We hebben voor eten en vuur staan. Ik heb jou een keer op je bek moeten pakken en vervolgens. Stel dat ze een dingetje gaan maken en ze komen bij die tafel aan en hij zegt van ik ken zij niet. Ik ben gewoon oplichter. Politie erbij. Ik ga je niet met drie agenten naast me in het restaurant staan. Ga me echt niet doen. En dan ga je wegrennen. Gewoon zit weer een keihard weg. Ik loop naar de kassa, doe ik een verhaaltje bij onze lieve buurman. Dat we hier wegkomen, anders gaan we een keer erin houden. Gaat dat ook? Sorry. Oké. Wordt er mee op de grond. Lijkt erop. Is deze sport er mee voor in? Nee. Jij lag hier op de grond? Nee, die lijkt niet eens op mijn. Alleen niet eens op mijn op nee. Wij gaan nu vandoor. Dan laat ik hem gewoon even hier liggen. Dan geef ik hem even door aan de kassa en als jij dan eventjes kan aangeven dat hij voor jou is. Of dat hij in ieder geval hier ligt. En dan zal de vinder hem wel weer terugkomen halen, denk ik. Ik geef hem zo aan de kassa. Super. Fijne avond. Hey man. We zaten naast een hele goede vriend van mijn moeder. Ja. Marcel. Ja. En hij wil voor ons betalen. Dus als je onze rekening moet nemen zetten. Ja, tuurlijk. Ja? Super, dankjewel. Is niet gek? Ik heb hier goed geregeld. Ja, toch?
Vanavond. Helemaal vanavond. Holy shit. Dit is niet oké okay wat we maar hebben gedaan. Maar hoe dan? Okay. Maar oké, okay, we hebben dus bewezen dat het kan, wederom. Ja. Maar ja, wij voelen ons allebei zo schuldig. We moeten terug. We gaan wel even we terug. Moeten terug. We gaan even gewoon die maar rekening opnieuw lopen. Wat ik wel heel ontzettend vet vind, is dat het gewoon, het werkt. En gewoon bijna 200 euro aangekopt, hè? Lekker hoor. Maar het is echt gewoon het gezeik niet waard om hier soort van nu weg te gaan lopen. Dus we gaan even terug, we gaan het verhaal uitleggen. Ik hoop dat ze erop kunnen lachen, ik denk het wel. Als we moeten betalen, moeten we betalen. Ja, misschien zeggen ze betalen. Ja, we gaan betalen. Oké. Okay. Neem aan dat zij dat niet voor ons gaan betalen. Is dat duidelijk? Volgende week is gewoon weer een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Vond je deze heel vet? Dan weet je wat je moet doen, hè, Martijn? Wat dan? Dan moet je volgens mij, hoe heet het ook weer? Abonneren. En liken. Ja, en voor de rest, succes met tossen. Doei.